Goedemiddag allemaal. Welkom weer bij Thuis met Artians. Vandaag een kleine workshop dirigeren. Ik dirigeer het regionaal jeugdorkest van Artians. Die dus? Helaas nu voor een paar weken niet. Daarom gaan we maar zelf dirigeren. Ik ga jullie wat laten zien hoe je het beste kan dirigeren. En blijf even kijken, want er is een hele bijzondere prijs te winnen. Deze muziek. Dit is de zesde symfonie van Franz Schubert. Ik vind het een heel mooi stuk en wij spelen het op dit moment. Jullie weten allemaal wel, je kunt in tweeën tellen. Muziek gaat in tweeën, muziek gaat in vieren. Er zijn ook nog andere, maar die vergeten we. Eigenlijk is dirigeren heel makkelijk. Moet je kijken. Je maakt de beweging als in tweeën, doe je dit. Dit heeft even niks met deze muziek te maken. 1, 2. Die hebben we straks nodig. Doe je het in vieren... Dan is het zo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Moet je opletten, want ik ga nou een stukje dirigeren in tweeën. Hij mag wat harder nu. Dan komt hij aan. Dan begin ik hier. Oh nee, hij doet nog één stukje erbij. En dan begint het feest. Moet je opletten. Zie je dat? Beneden, beneden, hoog, beneden, hoog. En omdat het snel gaat, maak je een hele kleine beweging. Want als de muziek langzamer is, dan kun je best grotere bewegingen maken. Maar hier kan het niet. Hier moet het klein. Zie je? En. En, jambabla, hintabla, en ze gaat hier lekker door. Maar, nu komt het. Als je dat zachter maakt, dus wat zachter. Nou denk je, dirigeren, ja maar dat is toch gewoon een maat slaan en dan zijn we toch klaar? Nee, dat moet wel, want anders gaan ze ongelijk spelen. Dat risico zit erin. Maar het gaat er eigenlijk om dat je de orkestmuzikanten, want het zijn wel mensen, het is geen muziekinstrument, het zijn allemaal mensen. Ze te enthousiasmeren om nog vuriger te spelen. Met nog meer power, nog blijer te worden van deze o zo mooie muziek. Ik zal je een voorbeeldje geven. Ik kan natuurlijk heel precies volgens de regeltjes en dan gebeurt er dit. Als ik dit doe, dan speel je wel netjes de noten, maar meer ook niet. Terwijl als ik dit doe, en... Je laat zien dat je van die muziek houdt. Je laat zien dat je het mooi vindt. Je laat zien hoe het moet klinken. Dat is eigenlijk wat je doet. Nou, nu komt het. Wat we gaan doen. Jij kiest een mooi muziekstukje uit wat jij mooi vindt. Dat kan deze symfonie nummer 6 van Schubert zijn, maar het mag elk stuk zijn. Jij gaat dat stukje dirigeren. Is een beetje raar, want het is geen orkest. Het is gewoon een YouTube-track. Maar doe het maar. Als jij een filmpje inlevert en jij bent de meest enthousiaste, de leukste, de gekste. Het orkest gaat helemaal op zijn kop voor jou. Maak jij kans op de prijs. Iedereen kan meedoen. Ik hoop heel veel filmpjes te zien. Wat is de prijs? Als wij weer in Artians mogen, lekker muziek maken met z'n allen en dansen en tekenen en schilderen, noem maar op. Dan krijg jij van mij een workshop dirigeren. Ik laat je de kneepjes zien hoe het werkt en daarna neem ik je mee naar het regionaal jeugdorkest Artians. Het hele orkest, een 65-koppig jongerenorkest, zit voor je klaar om een keertje in het echt te dirigeren. Ik ben er natuurlijk bij om te vertellen hoe het er allemaal goed gaat en zo. En dat mag jij dan doen. En als je klaar bent, krijg jij een dirigeerstokje. Die mag je houden. En dat is handig, want als jij nog eens een keer door het Concertgebouworkest gevraagd wordt, omdat je zo mooi de zesde van Schubert kan dirigeren, heb jij alvast een dirigeerstokje in je rugzak. Jongens kunnen meedoen, meisjes kunnen meedoen, jong en oud. Dirigeren is echt niet meer alleen voor mannen. Dat was vroeger zo. Steeds meer vrouwen dirigeren. Meiden, kom op, lever je filmpjes in. Ik wacht erop. En misschien ben jij de winnaar. Tot snel. Yo!